Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en Niels en ik zijn vrij. Het is echt heel donker buiten, dus ik heb de lichten maar aan. En Niels gaat nu de kids voorlezen. Ik zal het even laten zien. Daar zit hij. Ik heb een heel leuk shirtje aan. Dat is het shirtje van youmusthave.com.nl. Ik ben het weer vergeten, maar superleuk shirtje. Het zit ook echt heel mooi bij hem. En hij heeft even zijn spenen en zijn knuffeltje, want hij was een beetje verdrietig en hij wilde het heel graag. Nou, dat is goed, 5 minuutjes. Dus dat heeft hij nu. Vandaag komt mijn oom even gezellig lunchen. En ik denk dat vanmiddag nog wel even mama nog wel even langskomt. Oh, een ballon. Dus je ballon. En morgen hebben we een hele drukke dag. Morgenochtend ga ik sporten natuurlijk, as usual. En dan, even denken, daarna gaan we bij mijn moeder lunchen. Want die was jarig van de week en dan gaan we even gezellig lunchen. Daarna gaat Niels naar bed en daarna komt Sven's broertje even langs. En daarna gaan we nog op kraamvisite, inclusief pan soep, hebben we gezegd van joh, wij gaan wel even voor jullie koken. We all know the days. Dus dat wordt ons weekendje. En dan zondag gaan we echt even helemaal niks doen. We dachten ook, want dat kraambezoek kon ook nog op zondag. Maar toen dachten we, ja, dan hebben we gewoon alle... Ze hebben steeds wat. En dus nu hoeven we zondag gewoon helemaal niks. Ga Niels even filmen. Ja, wat is haar? En we gaan zo even op de fiets, hè? Oké. Ja, we moeten even billendoekjes halen. Ja. Ik vind het heel fascinerend. Hallo. 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 Ga maar daarheen. We zijn even bij de action. We gaan billendoekjes halen. Niels wil dat. Sinterklaas stickers. Nou, wij zijn weer terug. Even kort. Ik heb heel veel nieuwe luier. Hoe heet die dingen? Billendoekjes. Gescoord 5 pakken van die hoodies. Vind ik altijd heel fijn. En deze vind ik lekker om ermee in te smeren na het douchen. En dan gewoon op een natte huid. Plakband, heel interessant. Oh, grapje. Ik heb zelfs 6 pakken. En dan heb ik dit. Dit is een pietenmutsje. Voor Sinterklaas alvast voor Niels. En hij wilde heel graag stickers. As usual, dit zijn Sinterklaas stickers. Voor zijn tekening in zijn schoen, zullen we maar zeggen. Dus nu zijn we weer thuis en gaan we eventjes een mooie tekening voor mijn oom maken, want die komt zo. Dus ja, zo kabbelt de dag voort. Een papegaai noemt hij hier Dea. Dan, als je afvraagt waarom zegt hij dat bij een sticker van een papegaai. Verder zegt hij alles bij naam, maar papegaai is hier Dea. Dit is trouwens ook, dit heb ik ook ooit bij de Action gekocht. Super handig, hele grote placemat. Dus dan, als hij dan gaat kleuren en dit soort dingen gebeuren, dan gebeurt dat niet op je tafel. Oh, wat staat daar op die sticker, Niels? Wat is dat? Wat is dat? Een olifant, ja. Ik heb stickerplakken. Ga je stickerplakken? Je hebt wel heel veel stickers geplakt, zie ik. Deze. Ja, oh, dat zal Ruud wel mooi vinden, denk ik. Deze doen. Hoe krijg je hem er niet af? Ik ga eerst even kleuren. Even kleuren. Ja, met wit. Dat lijkt me een goed idee. Is toch te schattig, jongens. Ik zit op de fiets naar mijn beste vriendinnetje toe. Mama is even bij Niels. En zij heeft een pasgeboren baby. En dan heb je altijd vast van die momenten dat je denkt... Oké, ik kan het even niet aan de wereld. Dus ik dacht, ik ga haar even helpen. En dat ding wat je voorop ziet liggen, dat is een poster van wereldkaart.nl voor haar. Want ik merkte dat ze het heel leuk vond, dus ik dacht, dat is ook voor haar leuk. Tenminste voor de kleine dan. Dus nou, ik fiets daar eventjes heen. Ik niet zeg dat je maar bij bent. Een zielig gebakje, we hebben er al heel veel uit gegeten. We hebben niet aan de opmaak vandaag. En cola, maar ik maak geen reclame.
Goedenavond, ik lig lekker op bed. Het is 10:30. Ik ga nu nog even een serietje of zo kijken. Svenny heeft een feestje als werk vanavond, dus die zal er wel pas laat zijn. Ik heb er helemaal niet meer gefilmd. Mama was hier nog en die ging rond etenstijd weg. En daarna nog lekker met Niels gespeeld en in bed gelegd. Verder eigenlijk niet zoveel. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ga nu naar de sportschool en daarna kan onze dag van festiviteiten beginnen. Nog wat gegeven te halen. Ik was nog even bij de Hema en daar kocht ik 2 nieuwe handdoekjes voor in de keuken. Dat was echt hoog nodig, ik ben alleen theedoeken vergeten. Deze maskers, bamboo sheet mask. Met argonolie. En 2 fotolijstjes. En deze scrub. Je kan het bijna niet lezen. Maar A State of Bliss. Body scrub. Zo. Sven's broertje en zijn vriendinnetje zijn weer weg. Ja, ik heb het allemaal niet gefilmd. En nu. Sven heeft soep gemaakt. Voor de buren. Want die gaan we zo dus mee eten. Lekkere pompoensoep. Het ziet er misschien nu niet heel smakelijk uit. Maar dat is het wel. Mmm. En toen was de batterij leeg, maar ik ga nu nog even mijn filmpje online zetten. En dan gaan we zo alweer naar de volgende afspraak. Woe, morgen lekker niks. Wij zijn net weer thuis. We waren even bij buren van ons, die net een kindje hebben. We hebben een pan soep gebracht en met hen opgegeten. Of tenminste, ze hebben nog een groot deel over. Maar we hadden wat extra gemaakt. En die hebben een kindje, die is een jaartje ouder dan Niels. Dat was ook wel leuk. Om die te zien spelen en dus een babytje. En nu ben ik gaar na zo'n drukke dag. Nog eventjes aan de saai nu. En dan, ja, het is nu op zich al 7:45. Niels gaat zo naar bed, maar die had nog honger. Want soep vond hij toch nog niet zo heel erg lekker. Dus hij had wel wat broodjes zo op. Maar nu eet hij nog even lekker wat yoghurt. En ja, was een druk dagje. Ik verbaas me ook hoe goed Niels het doet, want 's ochtends mijn ouders, 's middags zijn broertje en zijn vriendin en dan nu dit. Dus dat is best wel veel, zeg maar, verschillende omgevingen en mensen en zo. Maar het deed het zo goed. Dus dat is altijd fijn om mee te maken. Ik heb ook een rood hoofd. Ik weet niet. Ik ga lekker een jongbroek aantrekken en oh, ik heb trouwens, zal ik nou even laten zien, ja. Ik ga straks misschien die maskers van de Hema doen. Ik zie jullie, denk ik, gewoon morgenochtend weer. Er zijn nog iets heel spectaculairs gebeurd, hè? Oh. Zo. Ja, we gaan Niels lekker naar bed brengen, hè, Moppie? Met Paddy erbij. Ja, en een speentje. Is het bedje er klaar? Nee. Even een wasser even pakken. Zo. Nu ga ik even het gezichtje wassen. Wij zitten even in de auto. Moesten even wat wegbrengen. En nu zijn we even aan het tanken. En dan gaan we weer naar huis. Ik heb verder nog niet zoveel gevlogd vandaag. Want ik heb niet zoveel gedaan. En we gaan ook niet zoveel doen. Sven gaat zo Ajax kijken. En ik denk, nou ja, het regent nu echt pijpen stelen. Maar Niels gaat zo even naar bed. En dan gaan we daarna, denk ik, nog wel even lekker buiten spelen of iets. Dus ja, niet een hele spectaculaire dag. Maar maakt niet uit. Daar had ik ook echt heel erg behoefte aan. Want hele drukke weken. En gisteren natuurlijk heel drukke dag. Dus ik vond het ook wel even mooi. Dus lekker niks. Ik heb ook gewoon lekker een sweater aan. En, hoe heet het? Spijkerbroek en gimpjes. Zo, ik zit inmiddels lekker op de bank met een restje macaroni. Als een soort tweede lunch. En ik ga nu even gewoon lekker filmpjes kijken. En dan zit Niels even lekker op bed. En ik, volgens mij heb ik het niet eens gefilmd gisteren. Ik had dus vrijdag mijn vlog bewerkt die vandaag online moest komen. Maar ineens dacht ik, volgens mij klopt het iets niet. Had ik dus een vlog van de week daarvoor moeten bewerken. Dus ik had de verkeerde vlog bewerkt. Dus toen moest ik dat gisteravond nog gaan zitten doen. En toen ging het mis met exporteren. Dus er was zeg maar 1 minuut voor. Exporteren duurt lang. Dus dat duurt zo'n 2-3 uur bij mij meestal.
Ik weet ook niet waarom het zo lang duurt. En daarna moet hij dan uploaden op YouTube. Maar echt de laatste minuut voordat hij klaar zou met exporteren was er ineens een soort foutmelding. Toen dacht ik, oh nee. Nou ja, en toen moest hij dus weer opnieuw 3 uur of zo gaan exporteren. Maar toen was het hartstikke laat, dus toen heb ik dat toch maar 's nachts gedaan. En toen vanmorgen geüpload. Maar zo stom, want ik had dus gewoon vrijdag het verkeerde filmpje bewerkt en zo. Handig. Maar goed, anyhow, hoe kwam ik hierop? Oh ja, dat ik dus nu niet meer aan de site hoef, want ik heb al het filmpje voor volgende week al klaarstaan. Stop! Even naar de supermarkt, dus heeft ze rekening aan. Ja, kom maar terug. Zo, gaan we naar de kassa. Sorry, het is een beetje donker, zie ik nu. Het is avond en wij zitten lekker op de bank. En zo meteen ga ik lekker maskertjes doen, bad, dat soort dingen. Dus ik sluit de vlog af bij deze, voor deze week. Nou, vandaag was niet de hele spectaculaire dag, maar we hebben wel weer een heerlijk weekendje gehad. Ik hoop dat jullie de vlog, ook al is het denk ik voor jullie, ik denk niet dat ik heel veel heb kunnen laten zien. Maar goed, dan komt dat volgende week wel weer. Ik heb nog geen idee eigenlijk voor volgende week. De vlog van die volgende week online komt. Nee, voor jullie vorige week online is geweest. Die is, vind ik heel leuk. Toen gingen we naar de Efteling en naar Den Haag. En nou, kijk die vooral. En ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doeg!